Kijk eens DVS-TV vanavond. En dat is wel een behoorlijk hete avond. Het is echt uniek wat dat betreft. Hebben we naast ons staan, heb ik naast mij staan, Pascal Diender, de nieuwe trainer van het tweede elftal. Pascal, welkom voor DVS-TV. Ja, maar goeie avond. Inderdaad erg warm hier. Ja. Inderdaad, lekker warm. En maar Pascal, je bent natuurlijk voetballer geweest. Dat zijn bijna alle trainers geweest, hè? Nou ja, dat weet ik niet. Er is nog wel eens de discussie over. Ben je een goede trainer als je ook een voetballer bent geweest? Maar ik ben inderdaad voetballer geweest, ja. Dus ik heb een aantal jaren in de hoofdklasse gespeeld. Bij WSC, bij Flavor Boys. Tussendoor 2 jaar bij Heracles Almelo gevoetbald. En de laatste jaren bij Berkum in Zwolle. Inderdaad, en je bent DVS nog wel eens een keer tegengekomen, of niet? Ja, zeker. Regelmatig hier gespeeld. Ja. Dus leuk. Je lekker lastig doen tegen die geel-zwarte. Ik heb het wel eens vaker gehoord dat ik wel eens irritant kon zijn. Ja. Zeker. Maar ook een echte spits, of niet? Nou, niet specifiek spits. Ik heb voornamelijk in de as gespeeld. Hoofdzakelijk centraal op middenveld, verdedigende middenvelden. Iets aanvallende de rol, maar eigenlijk in de as. Ja. En zoals heel veel voetballers, kies je er dan op een gegeven moment voor om trainer te gaan worden, neem ik aan. Ja, dat klopt. Ik ben nu 34. Ik ben 2 jaar geleden ben ik gestopt bij Berkum als voetballer. Ik stond een beetje op het punt van blijf ik nog een jaar voetballen of ga ik nu volledig voor trainersvak. Gemerkt dat ik het laatste jaar dat ik spelen trainer was, dat je op een gegeven moment de keuze moet maken. En nou ja, na zoveel jaren in de hoofdklasse gespeeld te hebben, had ik voor mezelf de keuze gemaakt van een jaartje eerder beginnen met trainen. Dat brengt me uiteindelijk dat meer dan nu nog een jaartje extra voetballen. Heb je hiervoor nog jeugd getraind ook? Ja, ik heb verschillende teams getraind. Verschillende jeugdteams. Bij Berkum ook. Van E1 eigenlijk tot aan B1. En daarnaast train ik op dit moment nog een groep autistische kinderen bij Berkum. Dat ben ik blijven doen. En dat is hartstikke leuk. Dat is heel interessant, want maar ja, ook onder die valide voetballers zitten nog wel eens hier en daar een autist tussen. Dus daar kun je dan lekker mee opgaan, of niet? Nou ja, goed, eigenlijk was de reden. Ik speelde toen in het eerste bij Berkum en toen vroegen ze van het zou leuk zijn als er eens wat spelers van het eerste bij die groep komen. En ik ben daar eigenlijk een beetje blijven hangen, omdat het voor mijzelf als trainer gewoon goed was om die groep te gaan trainen. Je moet toch je trainingen moet je heel goed voorbereiden, heel gestructureerd moet je te werk gaan. En goed, als je dat bij die groep kan, dan neem je dat zeker mee ook in het reguliere voetbal. Ja. Zeker, dan kun je dat ook met die valide boys wel natuurlijk goed handelen. Hey, was het jouw keuze om naar DVS te gaan? Heb je zelf gesolliciteerd of ben je gevraagd? Ja, ik kwam te horen natuurlijk dat de vacature bij tweede vrij kwam. En toen heb ik gesproken met DVS. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een contract hier bij DVSM. Roeland ter Berge kende je ook wel, denk ik? Ja, zeker. Ik heb Roeland meegemaakt als trainer bij Berkum. Daarna nog wel regelmatig contact gehouden. Omdat we over veel dingen, over het voetbal, hetzelfde denken. En regelmatig contact, dus dat is hartstikke leuk. En toen kreeg je dus die nieuwe groep, voor jou een nieuwe groep, hè, het tweede van DVS. En toen dacht je, ja, dat is wel een aardig niveau, of niet? Nou, voor mij was de afweging, ik ben een jonge trainer. Ik ben 34, ik ben ambitieus. Uiteindelijk wil ik op hetzelfde niveau trainer worden als dat ik jarenlang gevoetbald heb. Daar zijn meerdere wegen toe om daar te komen. Andere afweging was om hoofdtrainer te worden bij bijvoorbeeld een derde klasse. Was ook een optie geweest. Alleen, ik denk dat ik bij DVS 2 in combinatie met de talenten die ik ga trainen, dat ik qua ambitieniveau, dat allemaal wat hoger zou liggen. En dat ik me daarin wat beter kan ontwikkelen. Leg dat eens uit, die talenten die je dan extra gaat trainen. Is dat in samenwerking met de staf van het eerste? Ja, dus in samenwerking met de staf van het eerste en met A1. De bedoeling is dat we een groep gaan samenstellen waarin we op maandagavond een extra training in gaan lasten. Deels gekoppeld uiteraard aan de wedstrijden van de belofte team onder de 23. Maar het gaat er eigenlijk om individueel spelers te begeleiden en te trainen. En dat gaat nog gebeuren? Dat gaat nog gebeuren, ja. Hartstikke mooi. Nou, tweede natuurlijk een prachtige voorbereiding met al die vette overwinningen in de beker.
Ja, we hebben een goede voorbereiding gedraaid. Erg succesvol geweest qua resultaten. In het groepsproces ook volop aanknopingspunt om mee verder te gaan. Als je kijkt naar de voorbereiding, denk ik dat we een hele leuke groep hebben. Met jongens, met de samenstelling van jongens die uit de A1 komen. Vijf, zes jongens. Een groep die vanuit de tweede eigenlijk al een tijdje speelt. En uiteraard ook de jongens die dan van één terugkomen. Dus wat dat er gaat, een goede mix van spelers. En dat heeft geresulteerd in goede resultaten in de voorbereiding. Maar ook dat ik zeg van nou, er zijn ook mogelijkheden om gedurende het seizoen wat stapjes te gaan maken. Leergierige groepen neem ik aan ook. Ja, leergierig, ambitieus. Net wat ik net zeg, op dit moment is mijn keuze wel bevestigd. In de zin van dat de spelers die nu in deze groep zitten, allemaal bereid zijn om in zichzelf te investeren. En maximaal te willen te presteren. Dus dat is hartstikke leuk werken. Eerste wedstrijd 4-0 gewonnen tegen Apeldoorn. Dat is natuurlijk lekker. En een zaterdag dus een wedstrijd van de leermomenten, denk ik, Pascal. Ja, nou goed, weet je, als je verliest, dan is het altijd van ja, er zijn heel veel leermomenten uit te halen. Maar bovenal is het natuurlijk gewoon balen dat we verloren hebben. En dan kunnen we het hebben over een leerproces. En het is ook een heel leerproces, zeker gezien de samenstelling van de groep, wat ik net aanhaalde. Maar het is wel teleurstellend dat we na zo'n voorbereiding afgelopen weekend zo'n resultaat niet zitten. Terwijl AZSV absoluut geen slechte ploeg was, hè, waar je zaterdag tegen speelde. Nee, zeker. Het is ook zeker niet dat we AZSV tekort willen doen. Alleen als ik zie welk niveau wij hebben gehaald in de voorbereiding en als ik zie wat we afgelopen weekend hebben gepresteerd. Dan hangt het een misschien ook wel samen met het ander. Hè, dat we goede voorbereiding hebben gedraaid en dat we van daaruit hebben gedacht van nou, het komt allemaal wel aanwaaien. Maar desondanks, teleurstellende nederlaag. Ja, je geniet er tot nog toe behoorlijk van. Ja, eerste indrukken zijn goed. Ik heb het naar mijn zin binnen de groep, binnen de club. Ik ben goed opgevangen. En van daaruit zijn de voorwaarden aanwezig om er een goed seizoen van te maken. En daar kijk ik ook zeker naar uit. Oké, en dan wensen we je namens DVS-TV heel veel succes mee, Pascal. Helemaal goed, dankjewel. Oké, bedankt. Naast mij in het weekjournaal van vanavond de voorzitter van DVS33, die prachtige club. Wat is het toch een mooie club, Aard? Ja, het is natuurlijk een hele mooie club. Maar dat komt omdat het allemaal mooie mensen zijn. En er gebeurt ook heel veel bij de club. We hebben een aantal mooie jaren achter de rug. Maar goed, misschien hebben we het daar straks nog wel over. Maar het is gewoon fantastisch om hier te werken, ook als vrijwilliger. Dat is het zeker. Want jij bent ook natuurlijk gewoon vrijwilliger, hè? En ik ook. Ja, maar goed. Misschien wil ik een klein beetje gek zijn. Ja. Maar ik hou ook van het spelletje. Dus ik vind ook... iedereen weet wat ik supporter ben. En ik zit natuurlijk ook in het bestuur. Maar ik vind het gewoon mooi om met mensen om te gaan. In het dagelijks leven ga je ook om. Met arme mensen, met rijke mensen. En dat heb je bij de club ook. En dat vind ik mooi. Precies, en dat is inderdaad hartstikke mooi. Het seizoen is al redelijk op gang. 5 wedstrijden, het eerste elftal. Andere elftallen, want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. In de breedte moet je natuurlijk ook heel erg goed kijken, zeker als voorzitter. En na tevredenheid tot nog toe? Ja, ik bedoel, het gaat binnen de hele club gaat het ook naar tevredenheid. En natuurlijk, er wordt wel eens verloren en er wordt natuurlijk ook gewonnen. Het mooiste is dat je natuurlijk ook regelmatig ook wint. Het eerste heeft 5 wedstrijden, 5 punten. En kunnen we makkelijk zeggen van ja, dat kan veel beter. En dat moet ook beter. En qua resultaat. Maar ik denk dat we er ook wel aankomen. En goed, iedere club moet natuurlijk ook nieuwe jongens inpassen. Maar goed, er wordt hard gewerkt. Dat zie ik ook, want ik kom er iedere dag wel. Dus ik geef mijn ogen ook wel de kost. En dan zie ik ook wel dat we gaan wel weer naar iets moois toe werken, denk ik. We gaan naar iets moois toe werken, maar er komt de komende weken wel ook iets heel moois aan, Aard, hè? Ja, dat klopt. Maar dat is ook zo. Je doet waarschijnlijk op tegen PEC Zwolle. Maar de eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste wedstrijd. En dat is aanstaande zaterdag tegen de Harkemaarse Boys. Want we hebben 2 seizoenen geleden toch 2 keer verloren. In dat jaar werden we wel kampioen. He, dus uiteindelijk, je verliest of je wint ook geen kampioenschap in 2 wedstrijden. Dat gaat ook over een heel seizoen. Maar goed, dat was toen ook een hele turbulente thuiswedstrijd. Toen stonden we eigenlijk met rust op kampioenskoers. En uiteindelijk verloren we toch de wedstrijd met 3-4. Maar goed, in dat jaar werden we kampioen. En aanstaande zaterdag spelen we tegen Harkema. En
Nou, ik zie het wel weer als een uitdaging. Ik denk dat onze jongens er ook klaar voor zijn voor aanstaande zaterdag. Ik heb een hele moeilijke vraag voor je. Je mag kiezen. We verliezen van Harkemaanse Boys. En zeer sensationeel winnen we van PEC Zwolle. Of we winnen van Harkemaanse Boys. En we verliezen gewoon met 3-1 van PEC Zwolle. Maar dan hebben we een prachtige wedstrijd gehad. Wat kies jij? Nou, kies ik voor de winst bij Harkemaanse Boys. Maar uiteindelijk is de competitie het belangrijkste. En de KNVB-beker die beschouwen we gewoon als een toetje. Dat wil niet zeggen dat we de boel maar laten lopen. Want ik denk ook wel tegen PEC Zwolle dat we moeten proberen zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. En PEC Zwolle vindt het ook een hele mooie loting tegen DVS. En met voetbal weet je het nooit. Maar ik vind wel, competitie is heel belangrijk. Hoe verloopt tot nog toe de kaartverkoop online bijvoorbeeld? Nou, bij PEC Zwolle verwacht zelf, bij de uitwedstrijden gaan er meestal zo'n 500 mee. Ik ben bij de openingswedstrijd nog geweest, NEC in Nijmegen tegen PEC Zwolle. En dan gaan er 500 mensen uit Zwolle mee. De verwachting is nu dat het ook ongeveer dat aantal zal naderen. Er zijn momenteel in Zwolle zijn er 100 verkocht. En in Ermelo in de voorverkoop via de webshop zijn er 400 verkocht. Dus er zijn totaal wel 500 kaarten verkocht. En dan is het belangrijk, DVS, maar ook PEC, aanstaande weekend gewoon goede resultaten inzetten. En dan komen ze volgende week toch nieuwsgierige mensen. En even kijken van nou, we willen toch even een mooie pot zien. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Wanneer ben je tevreden? 3000 man? Ja, we rekenen zo'n beetje zo rond de 2000 mensen. En dat, het zal waarschijnlijk iets minder zijn als de derby's hè, tegen de VVOG. We gaan dan natuurlijk eerst uitspelen dan. Maar goed, normaal gesproken kunnen daar wel zo'n beetje zo'n 2500 mensen komen. We denken zelf 2000, het is toch een doordeweekse avond. Mensen moeten toch een beetje hun patroon een beetje doorbreken. Dus het is toch iets anders dan een zaterdagmiddag, zeg maar. Ja, het vergt wel een pittige voorbereiding. Je moet de organisatoren de boel dik voor elkaar hebben, Aart, hè? Ja, nee, dat klopt. Vorige week maandagmiddag zijn we met de mensen van PEC hebben we hier gezeten. Maar ook de veiligheidscoördinator van PEC Zwolle, maar ook de politie in Zwolle. De veiligheidscoördinator van de gemeente Ermelo, de veiligheidscoördinator van DVS 33 en dan een paar bestuursleden. Ja, goed. Je moet natuurlijk toch, je werkt binnen de vergunning en dan moet je toch zorgen dat het ook een mooie avond wordt. En nou hebben we er ook goede hoop op dat het ook een mooie avond wordt, ook qua publieke belangstelling, maar ook hoe ze zich gedragen. Want het Zwolse publiek, kan ik wel zeggen, dat zijn nette mensen. Dat zijn hele nette mensen. En DVS-publiek al helemaal, Aart. Nou, DVS-mensen, die ken ik natuurlijk vanavond tot gort. En als die dan iets verkeerd zou doen, dan zou ik me hoog uit mijn hoofd schamen. Maar dat is helemaal geen punt, zeg maar. Dat komt goed. Je kan je echt enorm verheugen op de komende week, of niet? Ja, het is gewoon, je merkt ook door de hele club, iedereen is er toch mee bezig. En goed, dat geeft toch een hele hoop positieve energie. En als we dan de patiënten nog weer van verdienen, dan kunnen we ook nog weer wat in de reservepot stoppen. En dan kun je als club ook financieel ook gezond blijven. Ja, precies. En dan in de winter stoppen we nog een vreselijk goede spits erbij halen of zo, Aart. Ja, nou, dat kan natuurlijk maar zo, hè. Want kijk, het punt is, het gaat er niet om dat we 11 goede spelers hebben, maar dat we dus minimaal wel 22, 24 goede spelers hebben, inclusief de keepers. En dan, wil je toch stapjes maken, dan zul je ook met bepaalde functies zul je misschien wel wat dubbele bezetting moeten hebben. En dat is inderdaad zo. En het kan ook zo zijn dat je blessures hebt of dat er wat schorsingen zijn. Dan moet ik wel zeggen dat we tot op heden nog amper gele kaart hebben gehad. Dus misschien moeten we iets meer van ons afbijten. Maar ja, dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant gaat dat natuurlijk ook wel weer positief werken. Straks in de loop van de competitie als andere teams met schorsingen komen te zitten. En hebben wij nog alles en iedereen ter beschikking. Ja, nou, maar dat ligt ook inherent aan ons spel, hè? Wij moeten het hebben van dat de bal rondgaat. En wij moeten het niet hebben van de duels. En kijk, de kunst is natuurlijk dat de tegenstander achter de bal aanloopt. En dan hoef je ook minder overtredingen te maken. Dus dat is ook een beetje inherent aan het spel van DVS, zeg maar. Ja, en dat rondgaan van die bal, dat wordt ze nu dan wel eens even overdreven. Want jij bent met me eens dat ze nu dan de trekker behoorlijk moet worden overgehaald, of niet?
Nou, dat is inderdaad wel zo. Dan weet ik wel, langs de kant, hè, als supporter ook, dan is het altijd makkelijker om even te zeggen van nou, je moet het zus of zo doen, want je kunt natuurlijk het hele veld bekijken. Aan de andere kant, ik denk ja, dat we vanaf de 16 ook maar eens een keer wat meer moeten schieten. Hè. Dat moeten we misschien maar eens wat vaker proberen. Alhoewel, afgelopen zaterdag hebben we best wel wat kansen gehad om te winnen, maar we hebben ook natuurlijk ook kansen gehad om te verliezen. Dus, ja. Zeker, maar wij hebben paaltje, hè? Wij hebben Paultje, ja, en die laatste bal die Paul er natuurlijk uithoudt. Ja, ik heb het helemaal niet meer gezien. Ik heb het later op televisie gezien. Ik denk van ja, dat gaat hij natuurlijk. Maar goed, hij hield natuurlijk DVS heel goed in de race wat dat betreft. Ja. Fantastisch om dat later weer op televisie te kunnen zien, hè? Ja. Op groot beeld, hè? Ja, dat was op prima. En dat was heel goed en ook snel. Hè. Zaterdagavond konden we het al zien, zeg maar. En dus dat heeft DVS TV natuurlijk weer heel netjes gedaan. En ik heb ook gisteravond hadden we bestuursvergadering, heb ik ook tegen de PR-man gezegd van nou, afgelopen zaterdag Mo was gewoon wel terecht en de man of the match, dus dat is punt allemaal niet. Maar we willen er eigenlijk naartoe dat de man of the match gewoon direct omgeroepen wordt als het laatste fluitsignaal geklonken heeft. Want soms kan het wel zo zijn, die laatste 5 minuten, dat is heel belangrijk in de wedstrijd en dan zijn de jongens nog wel eens afgeleid van hey, ja, ik ben man of the match. En dan hebben ze misschien soms het idee van ik hoef niks meer te doen, maar dan gaat het vaak nog om het echtje, hè, de laatste paar minuten. Precies. Jij bent voorzitter niet alleen van het eerste van DVS, maar van de hele club. Heb jij nog wat updates? Heb jij nog mededelingen naar het DVS publiek toe? Nou ja, het seizoen is natuurlijk net begonnen en als ik al zie, we hebben natuurlijk vorig jaar die enorme grote verbouwing gehad. En ja, we kunnen nu door met deze club. En we proberen natuurlijk ook weer naar de toekomst ja, ook weer middelen te verzamelen. Dat we er ook weer kunnen investeren, zeg maar. Dus we willen steeds ook in de club investeren. En dan, ja, ik denk ook van nou, oké, als de start dan qua puntenaantal nog niet zo direct is dat je zegt van nou, oké, het had wat meer gekund. Maar we moeten gewoon de rust bewaren, het beleid uitvoeren en gewoon proberen ook... Ook met ons, met het team, met het eerste, maar ook andere teams, gewoon sowieso met het linkerrijtje mee te doen. En dan, nou, dan heb ik er wel vertrouwen in. Heb jij nou ook nog veel contact met de lagere teams en met meidenvoetbal, et cetera, et cetera? Nou ja, vorige week donderdag was ik hier en toen zeiden ze van ja, hey, bij de jongeren onder de 15, ja, de scheidsrechter was uitgevallen. En toen zei ze van, hey Aad, kun jij om 9:00 fluiten? Nou, normaal gesproken ben ik dan bij Keep Fit van 9:30 tot 9:30. Dat zijn natuurlijk wat senioren, zeg maar 50 plus, tot bijna 80 jaar, met alle respect hoor, trouwens. Maar toen kon ik met Keep Fit niet meedoen. En toen heb ik dus een wedstrijdje gefloten. En dat was de C, zeg maar, de jongeren van 15 jaar. En dan, dat was tegen SDVB. Nou, de jongeren die wonnen met 4-2, maar daar geniet ik wel. En je ziet dan op een gegeven moment ook, omdat je aan het fluiten bent, van hé, dat is een leuk spelertje en die kan wel voetballen. En je kunt toch merken, dat is een wat lager elftal, maar ook daar zat voetbal in. Dus je merkt op een gegeven moment in de hele lijn, bij alle elftallen, dat er dus toch wel met een plan gevoetbald wordt. En dat, ja, dat doet me wel deugd. En dan nu ook nog de samenwerking via Convenant, hè, met Stroe onder andere. En wie weet komen er nog meer clubs, want die raken dan misschien wel daar enthousiast van als dat plan goed uitwerkt. Ja, nou, dat is ook zo. En inderdaad, we hebben een convenant met Stroe. En er komen inderdaad wel wat meer clubs bij. We moeten natuurlijk wel kunnen handelen. Want ook DVS is wel een club die op bepaalde terreinen een voorsprong heeft ten opzichte van buren, dichtbij of ver weg. Maar je moet het natuurlijk ook als vereniging moet je het ook wel kunnen handelen. Want het blijft vrijwilligerswerk. Maar goed, het gaat er ook om dat er ook een stukje begrip komt. Ook bij de clubs die wij dan bezoeken. En dat je zegt van nou oké, we hebben het eigenlijk ook het beste voor met de speler. Omdat die zich ontwikkelt. Ja, uiteindelijk, als er talent is en die komt gewoon bij de goede club. En die krijgt de goede trainers. Ja, dan kan hij toch een stapje hoger op. En dat is ook belangrijk. Ja, dat is zeker belangrijk. Ik ben heel benieuwd welke die buren zijn die heel ver weg wonen. Ik heb nog nooit buren meegemaakt die heel ver weg wonen. Ik heb soms maar beter een goede buur dan een verre vriend. Ja. Maar buren, tegenwoordig met internet, is heel dichtbij. Hè? Ja, dus, oh, je hebt overal een antwoord op Aard. Het is wel heel mooi. Ik wens je namens het DVS TV publiek, alle fans van DVS 33, een fantastisch jaar hier bij DVS. En natuurlijk de komende week een fantastische week, Aard. Ja, en dat hopen we ook. En
En als we dan zien dat iedereen ook plezier beleeft aan de club, maar dat iedereen ook teleurgesteld is als we dan een keer verliezen, zeg maar, want dat zit er natuurlijk ook in. Want dat had ik natuurlijk laatst ook bij ASWH. Toen verloren we dan met 4-1. En toen sprak de voorzitter van hun, die sprak hele mooie woorden, lovende woorden naar DVS. En dat was een mooie omgeving en dat was een leuke ploeg enzovoort. En aanwinst voor de derde divisie. En toen ben ik naar die voorzitter toegelopen. Ik zei, nou voorzitter, geef mij maar even de microfoon. Ik zal de mensen wat toespreken. En toen heb ik gezegd van nou, hartelijk gefeliciteerd, want jullie hebben terecht gewonnen. Maar ik heb een rot weekend. Want ik wil gewoon, ik ben te veel sportman, dat ik dan zeg van nou, ja, we hebben verloren en we gaan weer over tot de orde van de dag. Dus als je verliest, moet je ook leren en dan weer proberen de volgende keer te winnen. En als je maar meer wint, nou ja, dan komt het uiteindelijk wel goed. Hoop voor de toekomst, Aard. Dat denk ik wel, ja. Oké, bedankt voor dit interview. Ja, te gek. Bedankt. Okay. Bedankt.